Vandaag maken we warme hummus met pittige aubergine. Wat hebben we hier allemaal voor nodig? Voor 4 personen gebruik je 300 gram van deze kikkererwten van Lassie. 1 aubergine, die snij je in stukjes van 1 centimeter. 2 gesneden rode uitjes. 1 rood pepertje, fijn gehakt, uiteraard zonder de zaadjes. 1 citroen, doormidden gesneden en geperst. 2 kleine theelepeltjes van het komijnzaad. Een beetje paprikapoeder. 100 gram rozijnen. Tahin. 2 eetlepels van de kappertjes, 4 eieren, olijfolie en tomatensap. We gaan beginnen met het koken van de kikkererwten. Doe dit in 900 ml kokend water. Het duurt ongeveer 18 à 20 minuutjes en een snufje zout toevoegen. Verwarm intussen 3 eetlepels olijfolie. Voeg de gesneden rode ui toe. De gesneden rode pepertjes. En natuurlijk de aubergine. Zorg ervoor dat je dit op zacht vuur gaar kookt. De tomatensap. En peper en zout. Vervolgens pureer je de kikkererwten in de keukenmachine. Je wil er natuurlijk voor zorgen dat je een gladde pasta krijgt. Schep hem daarom, als hij wat te droog is, af en toe om. En doe er nog wat extra van het kookvocht bij. Voeg nu de tahin toe. Een beetje komijnzaad. Wat citroensap. Goed snufje zout. Peper. Scheutje olijfolie. Maak het gerecht af met een spiegelei. We gaan nu het gerecht afmaken. Een flinke lepel van de hummus. Een beetje van de gebakken aubergine. Schep het mooi een beetje in het midden. Natuurlijk het gebakken eitje. Maak het af met de paprikapoeder. Geniet ervan!